eindelijk begonnen en dan in het shirt waarin jij wil dat het allemaal begint. Ja, uiteraard. Het echte werk is eindelijk begonnen. Lang vakantie gehad en dan begint het toch na 2 weken vakantie weer te kriebelen. En dan ga je zelf weer een beetje trainen, maar uiteindelijk is het dan heel snel 25 juni gelukkig en dan kunnen we beginnen. Ja, hoe apart is het wel om dan met een groep te beginnen die heel erg afgeslankt is, waarin heel veel spelers er nog niet zijn? Ja, klopt. Er zijn natuurlijk een aantal mensen weg, Nederlands elftal. Dat is heel mooi voor hun. Voor mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit. Er zijn nog genoeg mensen hier waarmee je kunt trainen, dus dat maakt voor mij niet zoveel uit. Ja, want wat wil jij dit seizoen bereiken hier? Ja, ik ga gewoon mijn best doen op de trainingen en ik wil natuurlijk zoveel mogelijk minuten maken zoals iedereen. En dat ligt grotendeels aan jezelf, hoe je je manifesteert op de trainingen en de oefenwedstrijden. En we gaan zien hoe het gaat lopen. Ja, hoe werkt zoiets dan? Staat er dan een gesprek gepland met jouw nieuwe coach, ook waarin dat soort dingen misschien besproken worden? Hoe gaat zoiets? Ja, de trainer had me gebeld nadat we gepromoveerd waren, te feliciteren en dat we ergens in de loop van de voorbereiding wel even zullen zitten. En ik wacht rustig af. Ja, toch ook toen dat schema was, maar gelijk even gekeken wanneer je dan tegen je oude club moet of niet? Nee, dat heb ik nog niet gekeken. Ik was vooral bezig met 25 juni, de eerste training. En vooral er komen nog oefenwedstrijden aan en daar kijk ik eerder naar uit. Ja, en ook belangrijk omdat je er heel snel met Feyenoord al moet staan, hè? Ja, zeker. Het is een korte voorbereiding. Dus we hebben ook tegen elkaar gezegd, we moeten gelijk vanaf het begin af aan goed erop klappen, op de trainingen serieus doen. En 100% geven en dan moeten we er staan. Ja, en dat is misschien ook wel lastig met het inpassen dan van die spelers, die, hoe mooi dat succes ook is. Jij zal dat ook volgen, maar vanuit Feyenoord oogpunt kan het ook lastig zijn. Ja, wat je zegt, het is natuurlijk fantastisch voor de jongens en voor het Nederlandse voetbal dat er zoveel spelers van Feyenoord rondlopen. En voor Feyenoord is dat natuurlijk een klein nadeel, want de jongens komen later terug. Maar goed, er lopen hier nog genoeg andere jongens die dat ook in kunnen vullen. Dus we hopen natuurlijk voor Feyenoord dat ze zo snel terugkomen, maar voor het Nederlandse voetbal hopen we dat natuurlijk niet. Fijn seizoen. Yes, dank u wel.